Ik vind het leuk om altijd ook weer eens andere artiesten te vinden en proberen ook te promoten. En ja, ook eens te kijken of daar een verhaal, leuk verhaal achter zit. En toevallig interviewde ik vorig jaar met jou Bram Rutte van Rumah Recordings, ja, weet je het nog? Dat weet ik nog, ja. En die heeft ook wel echt een hele hoop opnamesessies gemaakt met artiesten. En, ja. Onder andere hadden we ook bijvoorbeeld Buzzards Brew de gast bij ons in de studio. Ja. En nog vele andere. En toevallig vandaag heb ik ook weer twee gasten hier in de studio. En wat is nou zo bijzonder? Het is een duo, maar ze zingen ook allebei solo. En het heeft ook wel heel wat betekenissen, de nummers die zij maken. En ook in de vrije natuur is het ook wel mooi om dat zo te zien. En vandaag zijn ze hier bij ons te gast. Dames en heren, mag ik het genoegen van? Niemand minder dan Dion Cavita en Jessica Onderwater. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Ja, allereerst welkom. Als ik één ding toch wel kan zeggen, muziek is ook wel echt een onderdeel van jullie leven, volgens mij. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Zeker. Ja. Ik heb natuurlijk ook de opnamesessie bij Bram gezien. Ook wel echt een mooi nummer wat jullie toen hadden geschreven. Nou, ik stel voor dat we nu even gelijk met de vragenronde gaan beginnen. Hoe lang zingen jullie eigenlijk al? Haha, sinds heel klein. Jij, Jessica? Ja, eigenlijk sinds ik me kan herinneren. Ja, maar voor mij persoonlijk heeft het wel echt een vaart genomen toen ik op mijn 15 een gitaar kreeg. En toen ook echt mijn eigen liedjes ging schrijven en daarmee zingen. Ik weet niet hoe dat voor jou is geweest, Dion. Ja, toen ik heel klein was, toen zong ik ook heel veel met mijn tweelingzus. Maar eigenlijk pas sinds een jaar of vijf ben ik mijn eigen pianonummers gaan schrijven en later ook mijn eigen nummers waarbij ik zing. Ja, dus dat is ook de afgelopen jaren dat het een beetje een vaartje heeft genomen, ja. Dus eigenlijk kunnen we concluderen dat jullie er allebei zingend zijn uitgekomen. Ja, ik denk op een bepaalde manier wel. Nou, heel fijn. Wanneer zijn jullie eigenlijk begonnen met dus zelf songs te schrijven? Ja, dus bij mij is dat echt toen ik 15 was. Toen heb ik een gitaar van mijn ouders gekregen voor mijn verjaardag. En ik had altijd al liedjes in mijn hoofd en teksten. En daar werd ik soms mee wakker. Dat ik dan, alsof ik dat gedroomd had of zo, was er ineens een lied. Maar ik had nog niet echt een instrument om mezelf daarbij te begeleiden. Dus voor mij, toen ik mijn gitaar kreeg en akkoorden leerde, ja, toen kon ik ze ook echt gaan opschrijven en onthouden. En zo ben ik eigenlijk zo stap voor stap verder gegaan. En uiteindelijk is het nu echt wat ik doe. Had ik nooit kunnen denken toen. Ja. En wat proberen jullie meestal aan jullie luisteraars over te brengen met jullie muziek? Ja, voor mij is muziek echt de expressie vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel. En die puurheid, wat het ook betekent, of het liefde is, of het verdriet is, of het vrolijkheid is. Om gewoon dat te mogen delen en uit te dragen. Echt het menselijke aspect. En daarin zit juist ook het helende, geloof ik. Ja. Oké. Hoe zijn jullie eigenlijk in contact gekomen met Bram Rutte van Rumah Recordings? Jessica! Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Volgens mij gewoon via Google. Dat ik zocht van, oké, we hadden een idee van, we willen dit lied gaan opnemen, Thank You lied, waarop je ons gevonden hebt, geloof ik. En ik dacht, ik ga eens even zoeken. En toen vond ik Bram en zijn studio en dat voelde gelijk zo goed. En toen heb ik hem diezelfde dag geschreven dat we dat idee hadden. En hij had me al dezelfde dag geantwoord. Dus het was gewoon van, oké, dit is het. De deuren staan open. En we hadden een datum. En dat was een hele fijne eerste opnamedag. Hele fijne ontmoeting.
een hele fijne samenwerking ook. Hoe de muziek daar was uitgekomen. Dat we, in ieder geval Dianne is daarna ook weer teruggekeerd. En dat is nog een samenwerking waarvan ik zie, dat zet zich voort voor de projecten waar dat passend voor is. Oké. Okay. Wellicht hebben jullie al best wel wat optredentjes mogen geven. Maar wat is nou het leukste optreden wat jullie hebben mogen doen? Voor mij was dat toch wel afgelopen zomer op het Dageraad Festival. Omdat ik daar samen met mijn dochters Selina en Mayra heb gezongen. En dat was voor mij een heel dierbaar moment. Oké. Okay. En voor jou, Jaska? Wauw, dat is lastig om te zeggen. Ik denk afgelopen jaar was een heel mooi concert dat heel spontaan was in Portugal. Met een andere vriendin nog weer die ook muziek maakt. En dat was op een plek, een soort, dat was gewoon van miljonairs. Dus dat was een hele mooie plek. En heel bijzonder. En ik was pas op de dag dat het concert was ik dus uitgenodigd om ook te komen spelen. Dus dat was natuurlijk ook het element van verrassing. En die spontaniteit van, waar beland ik nu? Op een hele mooie villa met een prachtige tuin. Met een heel groot publiek. Dus dat was afgelopen jaar een heel leuk concert. En dat is even zo wat er bij mij naar boven komt. Ja. Dus eigenlijk hebben jullie daar gewoon de avond of middag van jullie leven gehad. Ja. Nou, heel fijn. Wie is eigenlijk jullie grote held of heldin in de muziek? Voor mij Hania Rani. Zij is echt een fantastische pianiste. En als ik dan nog iemand moet kiezen, echt als singer-songwriter, dan zou ik zeggen Nessie Gomez of Katie Morua. Ja, dat zijn ook geen kleine meisjes. I know. Waar zouden jullie eigenlijk graag nog willen optreden? Wat staat nog op de bucketlist? Oh. Ja, het mag nog veel groter. Dat voel ik wel. Nee, maar omdat we gewoon heel veel moois te brengen hebben. Alleen in die zin denk ik dat we beide nu in een fase zitten waarop onze muziek zich langzaamaan steeds meer verspreidt en wat bekender wordt. En ik kan zien dat in de komende jaren groeit, waardoor er ook andere mogelijkheden zich openen qua festivals of zo'n heel bijzonder concert als wat ik net beschreef, maar dan echt van ons, hè. Ja. Ik heb niet specifiek één droom van één festival of zo, maar wel dat het heel stromend gaat, omdat mensen de muziek al kennen. Dus dat het daardoor ook, dat er meer uitnodigingen zijn of dat het makkelijker is om te zeggen, oké, je kan daar komen spelen, je kan daar komen spelen. Ja, mm-hmm. En het buitenland, streven jullie daar ook nog naar? Nou ja, mijn hart ligt heel erg in de woestijn. En daar zou ik ook het allerliefst willen spelen. Ik zie dan ook echt zo onder de sterren in Wadi Rum in Jordanië of in Israël. In het peacevolle van de woestijn met kaagjes. Ja, daar zou ik wel heel graag nog. We hebben een piano willen optreden. En ik heb afgelopen zomer, ik ben 40 dagen, 45 dagen ben ik in Wadi Rum geweest. En heb ik ook meerdere keren rond het kampvuur heb ik daar gespeeld. En dat was magisch. Ja. Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Met wie zouden jullie graag nog een samenwerking willen doen? Oh. Ja. Dan komt er een hele lijst aan fantastische singer-songwriters. Ja, Carrie Tree, Nessie Gomez. Sommige, Lua Maria, waar ik al samen mee werk. maar als ik kijk naar andere grotere artiesten, ik vind dat lastig om te zeggen. Maar dat zou een hele lijst zijn. Het liefst zou ik dan een album maken of zo, met gewoon een hele groep artiesten waarop je dan Ieder op elkaars nummer, elkaar support. Heb jij een specifieke artiest, Jan, die je nog, waar je graag mee zou willen werken?
Ja, wat je al zei, Nessie Gomez of Katie Maluma natuurlijk. Hani Arani op de achtergrond met de piano. Ja. Ja. Nou ja. Ja, ik ben ook echt wel fan van Norah Jones. Dat zie ik ook nog wel als een droom. Oh ja, wie weet. Ja, wie weet. Ja, is er misschien nog nieuwe muziek op komst? Ja, zeker. Die gaat eerst. Ga jij maar eens, Jessica. Ja, nou ja, ik heb een heel album eigenlijk wat uit gaat komen dit jaar. En waarvan nu straks in maart gaat eerst een single uitkomen. En dan van maart tot en met eind mei zal er steeds elke maand een single. En dan ergens in mei of juni, dat moet nu nog zien, komt mijn nieuwe album The Circle of Remembrance uit. En daar kijk ik heel erg naar uit, want het is echt een nieuwe klank die ik de wereld in ga brengen. Omdat dit album veel meer instrumenten en veel meer lagen heeft dan de liedjes op het vorige album. Ja, wat ook weer zo, het heeft allemaal zijn eigen kwaliteit. Maar ik kijk heel erg naar uit om die nieuwe klank en die nieuwe energie te gaan delen. En dan ook hopelijk in 2024 op tour te gaan met een band. En ja. Nou, dat is al heel wat grootse plannen, blijkbaar. Ja, zeker. Ja, wat zouden jullie eigenlijk nog graag willen bereiken? Ja, ik ben niet heel veel van dingen bereiken eigenlijk. Ik ben meer van in het nu leven en enjoy the moment. Precies zoals het nu is. Ja. So that's it. Jij laat het eigenlijk gewoon allemaal op je afkomen. Ja, ja. Nou, oké. Okay. En jij, Jessica? Ja, ik vind dat dan heel inspirerend wat Dian zegt. Want ergens voel ik dat wel. Tegelijk zit ik nu ook echt in zo'n stroom van, wow, ik wil echt met een band optreden en ik wil een tour gaan maken. Ja, maar goed, dat is beide denk ik ook. Want dat is ook zo van, als die intentie er is, dan kan het ook naar je toe komen. Hè? Dus ja, ik denk, maar dat is wel echt wat ik in die zin bereik. Ja, dat is meer voor mezelf om nog meer joy te hebben in het spelen. Omdat er ook andere muzikanten bij zijn en dat ik daar het budget voor heb. En ja, dat kan groeien. Zodat de muziek nog weer, ja, ook live meerdere lagen gecommuniceerd kan worden. Ja, dus dat is wel echt een droom. Maar het bereik inderdaad, het zit gewoon van binnen. Het gevoel van, ja, vervulling. Van doen wat je het liefst doet. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, hebben jullie misschien nog tips voor ook de mensen met dezelfde passie en die misschien ook met hun muziek een boodschap willen overbrengen aan anderen? Ja, vertrouw vooral op je intuïtie en op je hart. En laat het stromen van daaruit. Hmm. Ja, okay. En ga creëren. Ga geloven in jouw unieke creatie. Want het is altijd uniek. En er is er niet één zoals jij. Dus, en er is ook ruimte voor iedereen. Want soms hoor ik wel mensen zeggen van, oh ja, nee, maar dan, dat is dan al te veel zoals dat. Of er zijn al zoveel mensen die dat doen. En dan denk ik, nee, want wat jij doet is uniek. En als dat zaadje in je zit, dan wil het er dus uit. Dus laat het dan ook groeien en laat het bloeien. Ja, ga ervoor, basically. Hele mooie tips. Ja, niet dat ik het niet leuk vind hoor, maar we moeten het interview helaas al bijna beëindigen. Maar we willen jullie niet met lege handen weg laten gaan, want wij zijn namelijk meer dan een radiostation. Wij organiseren ook jaarlijks 3 benefieten, bijvoorbeeld in de zomer Biespop. Een heel klein beetje te vergelijken met het grote Pinkpop. En daarnaast ook in de winter het glazen huis, want mensen met een beperking of een handicap moeten natuurlijk ook leuke dingen doen en dat kost geld. En daarnaast hebben we ook een avondcafé waar artiesten kunnen optreden. Zouden jullie het leuk vinden om eens een keer bij een van deze events te komen performen? Ja, zeker. Lijkt me hartstikke leuk. Nou, dan kunnen we daar eens een keer over brainstormen en dan zien we wel wat daaruit gaat komen. Ja, is goed. Leuk.
Ja, en ja, wat heb ik nu? Ik heb nou, want Dian, jij had nog een speciaal verzoekje. Pas is er een nummer uitgekomen wat jij voor jouw twee dochters hebt geschreven. En jij verzocht mij of ik dit misschien even nog op de radio wilde draaien. Ik moet eerlijk verklappen, ja. Ik heb dit nummer natuurlijk van tevoren nog even beluisterd uit nieuwsgierigheid. En ja, ik vind het wel echt een heel mooi nummer en een hele mooie betekenis. Dankjewel. Ja. Echt, dat meen ik. En daarnaast gaan we ook natuurlijk het nummer Thank You, wat jullie bij Bram hebben ingezongen, draaien. Superleuk. Heel super, dankjewel. Alsjeblieft. Leuk. Hey, dames, ik moet jullie even heel erg bedanken voor dit interview. Ik vond het super gezellig en super leuk. En ja, ik wens jullie heel veel succes met de komende shows. Dankjewel, graag gedaan. Ja, ja. Hey, dames, fijne dag verder. Ja, voor jou ook. Ja, tot ziens. Hoi. Tot ziens. Hoi. Tot ziens.